sta hier in Tielf, laatste dag van het NK afstanden en ik sta hier met Jorrit. En Jorrit die viel me op, want hij houdt alle tijden bij, hij weet veel van schaatsen. En nou Jorrit, vertel eens. Waarover? Nou, heb je daar je zin hier vandaag? Jazeker. Ja? En heb je je meeschrijflijst er goed ingevuld? Ja, ik heb het niet helemaal ingevuld, maar verder is het wel helemaal goed. En je leeft wel erg mee, hè? Ja. En je schaats jezelf ook aardig? Ja. Ja? Ik schaats zelf ook wel goed, vind ik zelf. Oh, leuk. En waar schaats je? Ook hier in Tielf? Ja, ik schaats ook hier in Tielf, ja. Oh, dat is wel bijzonder als je nu alle kantjes zo snel voorbij ziet scheuren. Ja, het is heel bijzonder, ja. Wat leuk. Nou, ik zag je zusje ook, die schaats ook sinds kort. Die heeft nieuwe schaatsjes gekregen. Ja. Is ze een talent in de dop? Huh? Is ze een talent in de dop? Ja, ze schaatsen allemaal goed. Oh, leuk. Ja. En als ik nou kijk naar de afstanden die jij schaatst, wat is dan je favoriete afstand? Ja. Voor jezelf? De meeste afstanden kan ik nog niet rijden. Maar ja. Wat zou je mooi vinden? Ja, om wat te rijden. Ja, dan. De 1500 zou ik willen rijden. Oh, dat is wel stoer, hè? Het is echt het koningsnummer. Nou, we hebben net de 1500 meter gezien. Die zag er hartstikke stoer uit. Zie je jezelf nou ook over een aantal jaren daar ook op die baan lekker hard rijden? Ja, dat wil ik wel het allerliefst. Gaaf. Nou, dat is goed om te horen. Nou, we houden je in de gaten. En ik wens je nog een heel, heel veel plezier bij het bekijken van de 10 kilometer voor de kerels en de rest van de 5000 meter. Dankjewel, Jorrit. Doei. Hoi.